In de vorige aflevering namen we afscheid in Suriname en zeilden de Suriname rivier af. Filmen met de drone ging een beetje mis. We hadden een overtocht met veel stroming, golven en aardig wat wind. Onderweg hielden we regelmatig contact met Heron. Deze aflevering begint de ochtend nadat we zijn aangekomen op de ankerplaats bij St. George's in Grenada. Kijk, daar liggen we. En we gaan even inchecken in Grenada. De gasten kunnen ook de smoel neervouwen. En daar is de haven als het goed is. Dan gaan we even met de paparazzen daar naartoe. Kijk, Caribbean style. Zien? Ja. Nou ja, daar moet we ergens zijn. We hadden hier gewoon kunnen gaan liggen hoor, vannacht. Geen probleem. Hé, hey, die boot die lag net naast ons. Die Amerikaan. Hoe is het? Zijn jullie gezond verklaard? Ja, we zijn, zijn koudbloedig. We hadden een antigeentestje gedaan in Suriname. Nou, dat was 300 SED'tjes. Dat was €15. Nee. Nou, en dan hier kom je aan en het is gelijk geregeld. Zie je? Vaccinatiepas binnen klaar. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Het is moeilijk om te gaan. Kijken. We zijn zojuist ingecheckt. Dus we zijn officieel in het land nu en we hebben water gejat en wat hebben we nog meer gedaan? Ja, Vincent heeft eigenlijk water gejat, dus dat was niet zo netjes, maar uiteindelijk heeft hij er netjes voor betaald. Dus, ik zei nog van doe nou niet Vincent, maar ja, eigenwijs hè. En we hebben even inkopen gedaan bij Island Waterworld. Een winkel in scheepsbenodigdheden en hebben we allerlei dingen gekocht die we eigenlijk niet nodig hebben, maar ja. Achterlicht wel. Oh, achterlicht. Die loer, die kunnen we fietsen. Ja, we hebben, misschien staan er toch zinvolle dingen tussen. Maar we hebben zo lang geen bootbenodigdheden winkel meer gezien, dat het gewoon, we moesten daar gewoon eventjes naartoe. En dus. Anti-rammel schaamde ik voor mijn deur. Ja, precies. Dus dat is ook gefixt. Hi guys. Een tunneltje leidt ons naar de binnenstad van St. George's. Beetje druk hier. We kopen beleefdheidsvlaggen voor een aantal landen die we zullen aandoen. De vlag van Grenada kunnen we nu in het want hijsen in plaats van de gele quarantainevlag. Een van onze pannen heeft het flink te verduren gehad tijdens de laatste oversteek. Patrick timmert hem weer een beetje in de juiste vorm. Jongens, even stil. Dit is een magisch moment. Eva in Grenada. Moeten we even van genieten. Ik lig al 2 dagen hier. Ja, en toch hè. Thank you.
Kijk nou weer, wat een feestmaal we hebben. Allemaal, oh, is het niet goed genoeg? Voorzichtig nou toch, schat. Oh, kijk. We hebben hamburgertjes, boontjes, rijst, brood, boter, mayo, borden. Mayo, borden. Er komt nog meer, zie ik. Vincent, kom even met tools. Ja, het moet wel opgeschept kunnen worden natuurlijk, Kim. Hier. Ja, niet meer aan, hè? Ja, niet in de... Mochten jullie afvragen waar de muziek vandaan komt, dat komt van buiten. Ik weet niet of je het kan zien. Maar... Daar ergens. Nee, je ziet het niet. Oké. Okay. Niet te doen. Ik haal nu de zeilat uit het grootzeil. Want de bovenste twee zeilatten, dus de twee toplatten, die waren gebroken. Die waren naar beneden gekomen, althans stukjes. En ik vermoed dat de andere, dat die ook niet helemaal heel meer zijn. Kan veroorzaakt worden door een gijp. Nou, dat denk ik wel dat is gebeurd zo. Ik heb nu één grote zeilat eruit van de derde of zo. 1, 2, 3. Kijk, het is niet goed. Dus, gelukkig hebben we een. Gelukkig hebben we een zeilmaker gevonden die passende zeilatten verkoopt. Hij zei ook van ja, deze zeilatten zijn eigenlijk niet geschikt voor dit zeil. Nou, mooi. Dan weten we dat ook weer. Dus dan kunnen we nu de goede lat kopen en dan halen we ze er eerst even allemaal uit, meten en dan halen. Dus het zal weer niet gratis wezen. Dus. We hebben al nu alle zeillatten uit het zeil gehaald en opgemeten. Van de 5 zeilatten is er nog 1 heel. En die gaan we ook vervangen. Dus de rest is gewoon versplinterd. Dus we gaan nu naar de zeilmaker, de Genaker wegbrengen. Want daar zijn we natuurlijk ook doorheen gevaren met een boegspriet. En dan kunnen we tegelijkertijd nieuwe zeilatten bestellen. Dus gaat goed komen, denk ik. En Patrick vaart nu even om met de dinghy. Kunnen we de Genaker er zo in laten zakken. Want die ligt nog hier op het dek. Kijk, we hebben de Genaker van boord gehaald. En, Patrick komt nu met onze koets achteruit rijden, zodat we hem er even in kunnen gooien. En dan gaan we naar de zeilmaker. En uiteraard ben ik voor de zoveelste keer mijn slippers vergeten. En weet je hoe heet het is, jongen? Echt niet normaal. We bezoeken 2 bekende rumdestilleerderijen op Grenada. De eerste ligt in St. Patrick in het noordoosten van Grenada, de River Antoine Rum Distillery. De historie van deze destilleerderij gaat terug tot het einde van de 18e eeuw. Op het landgoed wordt suikerriet verbouwd en sinds 1785 wordt daar rum van gedestilleerd. Water uit de River Antoine wordt via een aquaduct naar de destilleerderij geleid en gebruikt voor het destillatieproces. Ook wordt het gebruikt om de watermolen aan te drijven waarmee het suikerriet wordt uitgeperst. Tijdens ons bezoek aan het landgoed worden helaas geen rondleidingen gegeven en draait de destilleerderij niet. Ook hier heeft COVID alle bedrijvigheid lam gelegd. Gelukkig kunnen we wel een paar flessen zogenaamde overproof sterkte rum aanschaffen. Dat is rum met een alcoholpercentage van 69%. De tweede destilleerderij is in het zuiden van Grenada. Ook de Westerhol destilleerderij produceert rum van suikerriet uit eigen plantages. We maken een wandeling over het landgoed en zien de oude machines waarmee suikerriet werd bewerkt, in het verleden wederom aangedreven door een watermolen. Ook op dit landgoed worden vanwege COVID geen rondleidingen gegeven, maar we mogen uiteraard wel een paar flessen rum kopen.
De volgende stop is Belmont Estate, een chocoladefabriek. De cacaopeulen voor deze chocolade komen van eigen landgoed. We krijgen een rondleiding en mogen het hele proces volgen. Op de velden worden de peulen gekraakt en worden de witte bonen eruit gehaald. In de fermentatieinstallatie worden de bonen op een zeef geplaatst waar het overtollige water wordt afgevoerd. De bonen worden vervolgens 5 tot 7 dagen in fermentatiekisten gelegd, bedekt met bananenbladeren en jute zakken. In deze periode verdwijnt de witte pulp die de bonen bedekt, krijgen de bonen een rijke bruine kleur en ontwikkelt zich de smaak. Na de gisting worden de bonen 6 tot 7 dagen buiten in de zon te drogen gelegd. Na het verwijderen van de schillen worden de bonen gemalen en dat malen duurt 72 uur. Na het malen wordt de pasta in blokken verpakt om te rijpen. Op het landgoed wordt niet alleen chocolade gemaakt, maar wordt ook cashewnoten en nootmuskaat geoogst en bewerkt. We zijn bij de Mount Carmel watervallen. En we hebben een gids, dat is Dexter. En die leidt ons rond. Dus dat is leuk. Laten zien. Kijk, daar gaan we. Mango, zie je? Mango? Onze vriend Dexter die laat ons wel even zien dat ze hier miljoenen bomen en struiken en weet ik voor wat hebben om. Waar je van alles mee kan doen. Er staan hier zoveel verschillende boomstruiken en zo. Verschillende doelen, vruchten. We hebben al een vrucht gezien waarmee ze kanker kunnen genezen, rugproblemen. Ik had er zo gek niet verzinnen. Super handig. Kijk, deze waterval, daar gaan we vanaf glijden. Dat wordt wel spannend, denk ik. Kijk, inmiddels zijn wij niet de enige meer hier. Maar is er een hele kudde Nederlandse cruisers aangekomen. Dus ja, dat is ook weer een leuk weerzien. Kijk, ze komen nu helemaal van boven. Kan dat? Ja, tuurlijk joh. Zonder je nek te breken? Nee, dat niet. Maar in ieder geval genoeg toeschouwers.
Wow. Joehoe. Ja. Nou, dat was weer een gezellige meet-up. Zomaar. In the middle of nowhere. En nu gaan... Bye-bye. Bye-bye. Tot in Kariakou. En zij gaan die kant op en wij gaan die kant op, daar. Kijk, je ziet ze nog net. Maar we zullen ze 1 degen dagen wel weer treffen. Leuk. Vandaag willen we een stukje verder varen. We liggen nu al een week bij St. George's. En dat, daar moeten we eigenlijk nog een tijdje blijven, omdat de zeilmaker de genhaker aan het maken is. En een nieuwe zeillat aan het maken is. En die, dat duurt nog een week. Dus we hebben nog een tijdje dat we hier in de omgeving kunnen spenderen. En het idee is nu om 1 baantje verderop te gaan. Daar is een onderwater beeldenpark. En daar zullen we dan kunnen duiken of snorkelen. Moeten we maar even gaan zien wat we doen. Maar dat is in ieder geval weer even een andere omgeving. Dus daar gaan we zo naartoe. We gaan op zoek naar het onderwater sculpture park. Dat moet hier ergens liggen. Dus ja. We gaan maar eens onder water kijken. Ik zie het nog niet. Jawel? Het lijkt wel gewoon steen. Nou, dus even zoeken. Maar we zullen onder water wat opnames maken. Nou, we denken dat we het gevonden hebben. Oh, ik zit hartstikke tegen de zon in te filmen. Maar Patty gaat nu te water. Ah. Oh, jezus, ik ook bijna. En, zie je wat? Hè? Nog niks. Zo, het ziet er lekker professioneel uit, hè? Oh, hier is het. Het Underwater Sculpture Park is een verzameling van ecologische onderwaterkunst gemaakt door een Britse beeldhouwer. Zijn doel was de plaatselijke bevolking betrekken bij het onderwatermilieu dat hen omringt. Zijn werken zijn geïnspireerd op het leven in de plaatselijke gemeenschap. Hij plaatste betonnen figuren op de oceaanbodem, variërend van eenzame individuen tot een ring van kinderen die elkaars hand vasthouden, met het gezicht in de oceaanstroming. Het beeldenpark helpt nu de druk van toeristen op de natuurlijke riffen te verlichten. Ja, dat is nog steeds pittig. Ja. Ja, wij zijn geen freedivers. Nee. Dan moet je eens kijken wat een mooie baai dit eigenlijk is. De bovenwater mooier. Makkelijker te ademhalen. Ja. Ja, bovenwater ademhalen is een stuk beter. Dat is echt honger. En daarachter. Achter deze rots, daar ligt Eva. In de volgende aflevering zeilen we naar Terrell Bay bij Kariakou en maken een uitstapje naar het idyllische Sandy Island en keren weer terug naar Grenada. Wil je op de hoogte blijven van de reizen van Eva? Schrijf je dan in op onze website www.sailingeva.com voor de nieuwsbrief, volg de diverse social media en abonneer je op ons YouTube kanaal. Wil je weten waar we nu zijn? Kijk dan op onze website en klik op Waar is Eva? Je ziet daar bijna per dag actueel onze route, waar we zijn en wat we doen. Dankjewel